Hi, welkom. Welkom bij WebsiteChef. In deze video gaan we het hebben over PKA-registratie. Ik ga je eerst een aantal voorbeelden geven, volstaat PKA-registratie met je bespreken en hoe je ermee moet omgaan. Zullen we maar eens beginnen? Stel je gaat een grote aankoop doen en je hebt het bedrag niet bij de hand. Dan komt het vaak voor dat bepaalde webshop of bepaalde bedrijven jou de mogelijkheid bieden om het bedrag in termijn te betalen. En dit is vaak meestal in de vorm van een lening. Dus met andere woorden, je bent als consument zijnde, je komt bij een webshop of bij een bedrijf zijnde en je wilt een product kopen en stel je voor het product is 4k, dus 4000 euro. En je hebt het bedrag niet gelijk bij de hand en vervolgens zeg je van oké, weet je, ik wil het bedrag in termijnen betalen. De meeste organisaties gaan gewoon bij de BKR. Dus de stichting BKR gaan ze jouw gegevens opvragen en vervolgens gaan ze kijken of je een BKR-registratie hebt. Als je dat niet hebt, dan is niks aan de hand. Maar als je dat wel hebt, dan kan dit problemen opleveren als jij iets wil gaan aankopen. Daarom is het belangrijk om te kijken van heb ik een BKR-registratie en hoe moet ik ermee omgaan. Dus dit is stichting BKR. En zij vragen jouw gegevens op. En als je een BKR-registratie hebt, krijgen ze een code te zien. Wat voor soort BKR-registratie jij hebt. En jij kan ook jouw gegevens opvragen. En als jij niet eens bent met de BK-registratie, kan je gelijk actie ondernemen. Dus dat is het. BK-registratie heeft zijn voordelen en nadelen. Ja, ik ga je niet laten zien hoe je ermee moet omgaan. We gaan even naar Google. Zoals je hier ziet zijn we bij Google. We gaan even naar de website van BKR. Dit is het type van BKR. En zoals je hier ziet is dit de website van BKR. Kom zo direct weer terug hier. En op deze website wordt gewoon precies alles uitgelegd over het BKR. Dus alle vragen die je hebt, kan je hierop vinden. En je kan gewoon gegevens opvragen. Dus stel je voor, je hebt een BKR-registratie, dan kan je gegevens opvragen. Een tip wat heel veel mensen niet weten, is het volgende. Kijk, stel je voor, je wilt heel snel weten wat voor gegevens een BKR-registratie over jou heeft. Dan kan je gewoon een brief sturen. Ja. Want je hebt recht om jouw persoonsgegevens in te zien volgens de AVG. Dus dan kan je gewoon gebruik maken van dit. Dat kan je maar één keer in het jaar doen, volgens hun. Daarnaast heb je de mogelijkheden om jouw gegevens in te zien of regelmatig inzien of opvragen, eenmalig opvragen. Dus zo kan je jouw informatie opvragen over de BKR. Maar wat is dat nou precies, BKR-registratie? Kijk, als je een BKR-registratie hebt, krijg je een code. Dus dan krijg je een code bij jouw persoonsgegeven. En als jij bij Google die BKR-codes, dan krijg je gelijk op de eerste pagina wat BKR-codes betekent. Dus dan leggen ze ook op de website van BKR. Je kan het ook op de website zelf zoeken, maar ik doe het zelf via Google omdat het veel sneller gaat. Hier krijg je een overzicht van de codes. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de code, dan kan je gewoon actie ondernemen. Dus dit is hoe je erachter kan komen wat de codes zijn. Stel je voor je bent niet eens met een BKR-registratie, dan kan je zelf actie ondernemen. Of je kan iemand anders inschakelen om actie te ondernemen. Maar stel je voor je gaat zelf actie ondernemen, dan kan je gewoon via Google gewoon voorbeeldbrieven opzoeken. Ik raad je wel aan, als je voorbeeldbrieven opzoekt via Google, past aan naar jouw situatie. Dus gebruik de voorbeeldbrieven als een indicatie. Wil je laten nakijken of wat dan ook, neem contact op met de jurist. Dus wat type BKR voorbeeldbrieven. En vervolgens krijg je van Plusmenon, dan kan je voorbeeldbrief downloaden. Ik heb de voorbeeldbrief al gedownload en op zich ziet het er goed uit. Let op, je moet gewoon deze brief aanpassen in jouw situatie. Weet laten nakijken door de jurist of wat dan ook. Maar in ieder geval, gebruik deze als een opzet, zodat jij gewoon een brief kan sturen naar de BKR. Mocht het niet werken, dan kan je gewoon actie ondernemen tegen bepaalde beslissingen van de BKR. Dus dit is gewoon hoe de brief eruit hoort te zien. Stel je voor je wilt een organisatie inschakelen om de BKR weg te halen, dan is het belangrijk om op te letten wat voor soort organisatie je inschakelt. Heb je vragen voor de BKR-registratie of weet je niet wat je wel of niet moet doen met een bepaalde situatie? Neem gerust contact met me op. Tot in de volgende video.